Hey allemaal, ik ben er weer om jullie te laten zien hoe ik een pruik maak. En ik heb natuurlijk al eerder laten zien hoe ik pruiken maak, dus ik ga niet echt alles helemaal tot in detail laten zien. Want het belangrijkste, dat is eigenlijk hoe ik de bovenkant een beetje netjes afwerk. Hier zie je dat ik gewoon het haar even vastzet. Dit zijn oude stukken weef van mijn zus. Dus hier ben ik gewoon even bezig om dat allemaal vast te naaien. Ik heb hier dan een closure. Dit was de eerste closure die ik via AliExpress had besteld. Nou, zo teleurgesteld jongens. Dat ding is zo dun. Kijk, je ziet gewoon alles erdoorheen. Dus ik dacht, nou, hier ga ik even iets mee proberen te doen. Het was een frontal, dus van oor tot oor closure. Maar omdat het ding zo dun is, het zag er zo raar uit als je hem helemaal van oor tot oor deed. Ik dacht, nou, ik knip hem gewoon op formaat, zodat hij eigenlijk een topclosure wordt. Maar dan toch iets breder als een originele topclosure. Nou, hier zie je dus dat ik de zijkanten dan eraf knip. Even vastzetten en dan doorknippen. En dan had ik dus zo'n stuk over. Best wel wat. Maar dan kan je toch wel de illusie van een scheiding of zogenaamde hoofdhuid creëren. Net als bij alle closures is het belangrijk dat je ook dit dan goed vastzet. Dus ik heb gewoon eerst weer de speldjes eraan gezet, zodat die mooi strak zit op de wig cap. En dan begin ik eerst aan één zijkant te naaien. En daarna naar de andere zijkant, want het zal je net gebeuren dat je bezig bent en dan kom je erachter dat hij helemaal scheef zit of helemaal niet strak genoeg. Dus wel, mijn advies is van als je een closure gaat naaien, begin eerst aan de zijkanten en daarna pas de achterkant. Dus ik heb die andere zijkant ook al gedaan en als de laatste doe ik nu dan de achterkant. En ik had expres nog een beetje gewacht met verder weven naar de bovenkant. Omdat ik dacht misschien kom ik niet helemaal uit met die closure, weet je. Maar toen die er eenmaal op zat, toen ging ik hem eigenlijk alleen nog maar opvullen. En dat ben ik dus hier aan het doen. Ik weef in een soortige U, zou ik maar zeggen, om hem op te vullen. Hier zie je echt nog het laatste stuk. Omdat ik maar een klein stukje weef over had, deed ik maar gewoon even het stukje weef terugvouwen. Dus dat hij er eigenlijk een beetje dubbel op zit. Maar ja, dit is eigenlijk het enige wat ik doe. En de styling, ja, daar moet je natuurlijk niet bij mij voor zijn. Want ik kan niet echt goed stylen of krullen, maar... Weet je, het gaat om het idee van dan weet je hoe deze pruik gemaakt is. En dan kan je het zelf ook proberen. Dus laat me vooral weten of je zoiets gaat proberen. Of je het misschien zelf al hebt gedaan. Volg me ook op Instagram, want daar ga je ook nog andere foto's zien van deze pruik. En ik hoor graag jullie ervaringen. Bedankt voor het kijken jongens en hopelijk tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren, hè?